Zaterdag vierde voetbalvereniging DVOL uit Nijmegen Noord haar 85-jarig bestaan. Dat ging gepaard met allerlei activiteiten voor jonge en oudere leden. Dat DVOL ook Stichting Messi een warm hart toedraagt, bleek ook tijdens deze feestelijke dag. Stichting Messi staat voor mentaliteit, educatie, socialisatie, sportiviteit en integriteit. Dat zijn vier kenmerken die wij bij kinderen die even een mentale tik hebben gekregen, graag dusdanig willen beïnvloeden en motiveren en stimuleren. Dat ze dan de draad weer kunnen oppakken op school en dat soort dingen. Dat ze in ieder geval uit het dipje zijn en weer normaal kunnen functioneren in de maatschappij. Het is behoorlijk voetbalgerelateerd en dat heeft met het feit te maken dat als je een kind om iets wil laten beleven wat hij nooit meer vergeet. Daar zijn wij achter gekomen dan als je ze dan inderdaad meeneemt naar een Barcelona of naar een Bayern München, Manchester City. Voor een kind is dat een dusdanige immense belevenis dat dat iets is wat ze nooit meer vergeten. En waar ze dus ook heel sterk de intentie krijgen en het gevoel krijgen van hey, we worden gezien, we tellen nog mee en wij zijn ook belangrijk en er is in ieder geval aandacht voor ons. De voetbalvereniging is natuurlijk een vereniging die een hele maatschappelijke functie vervult. Tenminste, zo zien wij dat hier in Lent bij DVOL. En op zich, wij doen het nog niet zo slecht. Ik weet ook niet of alle voetbalclubs het slecht doen. Het is natuurlijk wel de eindjes aan elkaar knopen. Maar door het te combineren en ook je in te zetten voor een goed doel. En kinderen vandaag ook een hele leuke dag te bezorgen, hebben wij eigenlijk twee vliegen in één klap. Vrijwilligers is altijd een heel groot vraagstuk voor iedere club, ook voor ons. En het is dan iedere keer weer een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden om dit te organiseren. En gelukkig, tot op heden, slagen we erin. En een groep van ongeveer 10 mensen hebben dit jubileumweekend weten te organiseren. Dus een geweldige prestatie. Meet in Nijmegen organiseert een ontwikkeling.